Maar we dachten, dit is het cadeau wat hij wil. Gevoel doen. Ik kan niet zoveel hebben als jullie. Vrienden van mij vergelijken mij met Rembrandt. Het enige verschil is dat ik geen nacht wacht. Goedemorgen. Welkom terug voor deze nieuwe vlog. Neem eens een hap, Tom. Tom, neem eens een hap. Ik ben een beetje schoor. Horen jullie dat? Oh, lekker. Wat, zo leuk om te zien. Welkom terug voor deze gloednieuwe vlog. Nu zit Ton er tenminste nog even in. Want dat gaat denk ik de volgende paar vlogs veel minder worden. Want school is weer begonnen. Dat betekent dat Ton en ik elkaar nauwelijks gaan zien. Dat betekent dat mijn ouders zo net het langs elkaar gaan lopen en zo. Ik weet echt niet waarom ik school ben. Dus, school begint weer. Ik heb heel veel zin om weer lekker te kloten met Bart, Jeffrey, Tiffany, Roma, 5B. Zoals we onszelf noemen. En natuurlijk de rest van de klas. We gaan er gewoon een topdag van maken. We hebben vandaag gewoon een intro dag. Dus ik kijk wel wat er allemaal gaat gebeuren. En wat, ik heb totaal geen idee waarom we naar school gaan. Maar we gaan wel naar school. Ik heb heel veel zin. Ik hoop jullie ook. Geef je alvast een duimpje omhoog. Hey, ja. We zitten op school. Ik heb hier niet gezien. Oké, in ieder geval. We gaan gelijk naar de orde van de dag. Jeffrey was 2 maanden geleden jarig of zo. En toen zijn we zijn cadeautje. Toen is Bart zijn cadeautje vergeten, dus die gaan we nu geven. En ik gaf een hint dat. Nee, ja. Dit is ons cadeautje, niet mijn cadeautje. Ja, ons cadeautje, maar jij was hem vergeten. Ja, maar jij was hem vergeten. Ja, ik was en we waren beide vandaag weer vergeten, maar toen kwam Roma erin. Ja, toen kwam Roma echt. Ik hoop dat je er wel zuinig op bent. Ja, je moet wel voorzichtig zijn. Het is breekbaar. Het is niet breekbaar, maar het duurde dan wel half verwacht. Maar we dachten, dit is het cadeau wat hij wil. Je mag je armen of je handen zo vooruit. Ja, ook net als wat ik moest doen. Eerst gaan raden. Eerst je ogen ook dicht en dan je handen zo naar voren. Mag je raden wat het is? Als het uit Duitsland komt, ik denk iets voor de microfoon. Of zo. Nee. Nou, heeft het op zich wel mee te maken. Nee. Het is voor je vrije tijd. Het is niet voor het filmen. Het is niet voor het filmen. Nee. Het is om chickies te fixen. Dit klinkt zo fucking raar. Een lamp. Kijk. Nee. Kom maar, dat is dan niet je vrije tijd. Doe je ogen maar dicht. Doe je ogen dicht, handen naar voren. Ja. Oké, nou. Oké, nou. Ben je er klaar voor? Hij gaat ervoor staan, hè? Okay. We gaan allemaal staan. Weet je zeker dat je er klaar van bent? Nee, ja, doe maar. Hoe blij ga je worden, denk je? Schaal 1 op 10. Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik ben alleen maar het uitstellen. Ja? Ja. Ik hoop dat je er blij mee bent. Kan namens Keral, Bart en Roma. Alsjeblieft. Wacht, voordat je ogen opdoet, moet je naam als laatste zeggen. Ja, je eigen naam. Ja, maar nee, het was gewoon Keral, Bart en Roma. Ja. Ik wil mijn ogen open doen. 3. Ja. Nee, je moet eerst raden wat het is. Oh. Probeer maar te voelen. Het is niet breekbaar hoor. Ja, het is breekbaar, kom op. Oh, wat is het nou? Maak me open. Oké, maak me open. Een shirt. Hoor. Ja, dat sowieso. Dat is mijn. Ja, dat klopt. Nee, open. Oké, okay. In 3. Gok. 2. Een airy shirt. Of een wet shirt. Oké, okay. Maak me open. Nou, mooi! Ik zie het niet. Hey! Dankjewel. Maak hem nou eerst open, jongen. Maak eerst open. Oh ja, dan doe ik hem ook meteen aan. Dan moet je eerst. Nee, doe deze. Oké, 3, 2, 1. Wow! Wow! Zie! Oh, dankjewel, jongens. Hij is serieus vet. Het is een mooi shirt. Kijk die achterkant dan, dat is echt lijp. Kom mooi, ben je naast de vraag, Richting? Nee, bijna 2 maanden geleden. Zonder te vertellen dat je te veel dom kijkt. Hey, maar leg zo, mijn stem is echt niet best. Volgens mij heb ik deze hele zomervakantie gerookt zonder dat ik het door heb gehad. Doorgepaft. Maar voor de mensen die niet weten wat dit is, want er zullen vast mensen zijn die niet weten wat dit is. Jij gaat deze camera kopen, toch? Ja, over een jaar. Dit is gewoon een cameramerk. We kunnen wel een keer gaan huren. Een shirt daarvan. Die camera is 10.000 keer beter dan deze camera. Ja, we zijn weer terug, jongens. We zijn weer terug. Harris. Nee, dat is raar. Harris vind ik raar. Beter dan ooit. Beter. Hij is een beetje overbelicht, zie ik. We zijn nog weer vrij. We zijn nog weer vrij. We gaan nog niet naar huis. Want we zijn eindelijk weer terug. En ik heb jullie zo gemist. We zijn nu dus al een tijdje vrij. We lopen nu ook al een tijdje door Zwolle. Want Zwolle is een prachtige stad. En we willen nog niet naar huis, want we hebben elkaar zo gemist. Maar we kunnen geen restaurantje of wat dan ook vinden. Of nou ja, niemand neemt actie.
We kijken nog. Nee joh, we zijn al heel lang aan het zoeken naar een restaurantje. Hey, ik ken daar iemand. Ik ken daar iemand. Maar... Die ja, ik ken die van de vlog, ja! Is dat hem? Ja, dat is hem. Is hij dat? Ja, vet hè? Wow. Dat is raar. Nou ja, dat was dus Iwan. We zijn... Oh, dit is handig, hè? Dit is wel nodig. Stoplicht. Daar zo. Hé, hey, het wordt donker. Stoplicht. Ja, we moeten wel die kant op. Dit is interessant. Ja, maar toen ik daarheen... We hebben hier twee vaders. Ja, maar... Vader 1, dit is dat... papa. Wie zegt dat het noord is? En dit is... Broertje. Nee, dit is onze stiefvader. We moeten richting staan. Ik ga het gewoon op gevoel. Hey, mijn gast. Hij gaat het gewoon op gevoel doen. Hoe wacht, hoe hij erachteraan loopt. Je bent gast. Jeffrey, mag ik jouw telefoon even? Ik snap het bijna. Deze telefoon werkt niet. We moeten naar de raft. Oeh, moet ik maar. Mag ik jouw telefoon? Hé joh, je zit gewoon in mijn zak te graaien, man. Ja. Vieskeuken. Dat is de restaurant Uno. Oh. Oh nee, kijk, we moeten wel die kant op. Ja, maar kijk, we lopen nu echt als kindjes achteraan. Oh man. De Herman Brood steeg. Ah, oh, mooie steeg. Mooi. Man, ik heb brood in een steeg. Hé, hey. Met een muursteen. Oh, we horen het niet te zijn. Oh, die zijn wel vet. Dat komt pas weer nieuw. Maar die zijn oprecht wel vet. Oh, de gasten liepen de fucking overheen. Wat? Zijn wij langs gelopen? We liepen net er doorheen. Het is hier. Waar is... Oh, dit is het. Ja, hier. Hé, hey, dikke poors. Lekker man. Haha, koude ziek. Carspot een keer aan. Ja, ja. We echt even bij een druk. Wat? Want het is hier echt uitgestorven. Ja, maar hier wilden we dus zitten, bij dit. Ja, maar dit is wel gewoon goed. Bij die drukke ja, zooi in gewoon... het midden. Ja, doen we dat wel. Top. Hey, jongens, rustig houden, het is niet zoveel. Oh, dit is wel heel veel. Is het lekker, Jeffrey? Ja. Ik heb nog maar één slok gehad. Ik heb meerdere slokjes gehaald. Vind je niet lekker? Jezus, ja, dat is op, man. Jongen, als ik te snel drink, ben ik binnen 2 slokken dronken, man. Ik kan niet zoveel hebben als jullie. Gezellig. Hey, we zitten en wij hebben alles wat we ons hartje begeert. Kijk maar, lekker slurpie. Heerlijk. Oh, dit is echt goeie. Ja. Ah, ah. Kijk, jawel, Roma is vieze alcoholic. Kijk, kijk, Bart is dit wel is... een van de beste drinkers hier zo. Nou, dit is mijn glas. Ja, zo ik 2,5 liter. Beste bier kennen. Heb je Jeffrey, dan heb je Kerel. Heb je Roma. Roma heeft al een liter bier. Ja, oh, een beetje lekker. Roma, laat je ogen kunnen zien. In een half uurtje, hè, Roma. Jongens, maar we kunnen heel leuk doen, maar Kerel rookt. Ja, Kerel is wel de grootste papper die er bestaat. Maar ik weet niet, hij heeft gewoon een liter bier op in een half uur. Ja. Schoot het gewoon naar achteren. Doe jij gewoon in één keer of zo? Atje. Ja, dat is gedaan. Lekker. Het is nog regen, jongens. Echt? Ja. Waarom? Ik weet niet. Het gaat heel licht niet regen. Hoe laat? Wanneer? Hoe? Waar? I wanna know. Do you wanna be my girl? I just wanna know. Ah, I wanna know. Is dat dat nummer? Ja. Oh, dat wist ik niet. Kijk, ik kreeg een... kijk dit. Oh, wacht. Kijk dit. Vrienden van mij... Dacht ik ook een nacht had. Vrienden van mij vergelijken mij met Rembrandt. Het enige verschil is dat ik geen nacht wacht. Ben... show 21. Wat? Ja, ik kreeg iemand sliden in mijn DM. Heb ik niet op gereageerd, Bart gaat nu reageren. Oh, dit is wel mooi. Als ze betaald tegen jou doet, moet je op betaald terug doen. Ja, dat sowieso. Maar weet je wat ik denk? Dat dit gewoon een spelletje was, een drankspelletje. En dat ze gewoon iemand random moest DM'en. En dat iemand van hun mij kent. En dus zei van... Dat iemand een berichtje stuurt van... dat je klootzak bent. Sorry. Ja, en maar iemand van hun kent mij waarschijnlijk. En dan zei ze, oh, gestuurd Kerel. Wil iemand doen van 21? Ja, maar doe maar. Ook niet doen. Jawel, doe maar gewoon. Boeit mij. Kijk, ik denk dat zij in mijn DM is geslaaid. Omdat mensen haar kennen, die mij ook kennen. En toen zeiden van, oh ja... je moet bij Kerel in de DM sliden met dit, bla bla bla. Dus dat soort een drankspelletje was, dat denk ik. Bla, 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 bla. Dat denk ik. Wat heeft Jeffrey geschreven? Mijn vrienden noemen mij een schilder. Het enige verschil is dat ik met één curve Wat?
Wat? Nou, ik zou ooit wel in deze vlog laten weten wat haar reactie was. Ondertussen zijn we wat verder in de tijd en ik heb reactie gekregen. Want alles is een reactie, ik laat het wel even zien. Kijk, dit was zo het bericht. Vrienden van mij vergelijken mij met Rembrandt. Het enige verschil is dat ik geen nacht wacht. En daar reageerde Jeffrey op. Mijn vrienden vergelijken mij met de schilder. Het enige verschil is dat ik met één kleur heb. En zie je wat daar staat? Je kon niet helemaal zien wat er stond. Maar ja, zien. Gezien dus. Ze heeft het wel gezien. Ze heeft niet gereageerd. Ze heeft het al een tijdje geleden gezien. Dit is donderdag en het is nu dinsdag. Dus En geen reactie is ook een reactie. Jammer mislukt, Jeffrey. We komen net van een café. We staan nu bij de Mac. Want Bart heeft nog honger. En ik heb zin in een McFlurry. En jij ook. Ja. Nou, ja, zitten we dan. Van de ene keer aan alsof we nog niet genoeg gegeten hebben. Aan een liter bier en nu zitten we aan de McDonald's. Fantastisch. McFlurry is toch goed om tegenstrijding van bier en alcohol. Ja, perfect. Nou, ik vind een goede combi. Hier dan, jongen, jij lult ook maar. Ja, echt zo. En dan ben ik ineens weer alleen. Helemaal alleen hier op het station. Jammer, man. Ga naar huis.